Zaterdagochtend, weekend gaat beginnen en ik ga jullie leuke sets laten zien met het mooie suède, het cognackleur. Leuk in combinatie met off-white en wit. En jeans natuurlijk, want dat maakt het altijd helemaal af. Nou, ik heb als eerste gekozen voor die leuke rok. Het is een hele dunne katoenen kwaliteit. Super fijn, ook straks natuurlijk met het mooie weer. Maar nu gewoon met een panty eronder kan het ook al heel goed. De westernlaars erbij. Leuk het fake leer blouse. Ik heb hem nu open gedragen als jasje, maar je kunt hem natuurlijk ook heel goed dicht doen. En ik heb dan leuk die azure blouse daaronder met die gaatjes, waar je dan echt weer elke keer andere hemdjes onder kunt doen om met de kleur te spelen. Nou, de volgende set, ook met een rok, is een wat kortere rok tot op de knie. En dan weer in combinatie met dat stoere suède jasje. De jas is gevoerd en kun je natuurlijk straks ook heel goed als een buitenjasje dragen. Zit ook mooi getailleerd om je heen. Nou, de volgende set is wat stoerder met de jeans. Maar dan ook weer heel leuk gecombineerd op de rok. Het gilet draag je ja, lekker losjes om je heen. Je kunt er ook voor kiezen om wat kleiner te doen. Dan wordt hij echt wat getailleerder en wat strakker. En deze blouse heeft dan ook weer die hele gave ballonmouwen. En dan leuk die bloemen die erin geborduurd zijn. Er zit een voeringje onder, dus je hoeft er verder ook niks onder te doen. Dus dat is lekker makkelijk. Nou, de volgende set is een wat langere jas. Deze is niet heel erg getailleerd. Kun je natuurlijk ook heel goed als buitenjas dragen. Hij zou ook heel leuk passen in de set zoals ik hem nu aan heb. We hebben leuk die top daaronder gedaan. Ook weer in het azure, waar die gaatjes weer doorheen zitten. Nou, combineer dat dan weer lekker stoer met de denim daaronder. En dan kun je er natuurlijk weer voor kiezen om de westerlaarsjes daaronder te doen. Maar wat ik ook heel leuk vind om hem wat vrouwelijker te maken, kies er dan voor om weer dat rokje erbij te combineren. Het rokje valt ongeveer dan even lang als de jas. Dat geeft wel weer een heel leuk effect. Nou, de volgende set, dan gaan we wat meer naar de ton sur ton. Hebben we het al eerder over gehad. Mooi alles in één kleur. Nou, je ziet hier ook de broek in dat vegan leather. Het is een beetje een chino model, dus het is niet echt een skinny. En hij loopt een beetje tot op de enkels. De blouse, die kun je opendragen, maar kun je ook dicht doen. Dan heb je echt een pak. Ik heb er nu voor gekozen om hem open te doen. En dan weer een wat stoerder t-shirtje daaronder te dragen. Dus op deze manier maak je dan de set ook weer helemaal af. En wil je hem wat sportiever maken, kies er dan voor bijvoorbeeld om de broek weer met die mooie trui te dragen. En dan weer dat kantje eronder, wat je veel onder de truien ziet, waardoor de halsen niet zo heel erg bloot zijn. Ik moet ook zeggen dat ik zoiets ook erg leuk vind op de broek hoor. Dan maak je hem weer heel anders en met het jeans weer wat stoerder. Dus dat is ook een hele goede combi. En als laatste hebben we de mooie jurk. Mijn collega zal hem later in de feed ook nog laten zien, echt als jurk. We kunnen hem opendragen als een soort vestjas, maar hij is ook prachtig als jurk. Mooi getailleerd met een ceintuur daaromheen. Dit zit ook ontzettend lekker, zit een klein beetje stretch in. Het is geen echt leer, het is een fake kwaliteit, maar hij is echt super lekker zacht. En hier kun je dan eventueel het kanten topje, wat ik jullie net liet zien onder de trui, kun je hier ook weer heel goed onderdragen. Dan maakt het net even wat af. Dus ja, ik denk weer heel veel leuke mixen die je kunt maken met deze collectie. Je kunt ze allemaal vinden op onze webshop, maar je kunt natuurlijk ook een afspraak maken om gezellig te komen winkelen.